Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, laten we eens beginnen met het medisch bulletin. Er zijn aardig wat afwezigen. Ja, de fysio heeft het druk en die is er blij mee, dan houdt hij werk. Maar er staat gewoon een goede ploeg hoor. Dus er zullen een aantal niet zijn. Maar ik vind nog steeds dat we een heel goed team hebben om Almere te bespelen. Want welke spelers zijn er bijvoorbeeld niet? Of nou, kun je dat nog niet zeggen? Er zijn een aantal, die zijn er sowieso. Dus Mikey Breij, Mitchie Paulussen, Nick Dodeman. Nou, en er zijn nog een aantal vraagtekens. Maar klaar, we hebben genoeg. Dan gaan we met andere jongens spelen. En dan bijvoorbeeld Giovanni Kort in de basis? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst vanmiddag even horen hoe we het doen. Dus dan kan ik van alles doen. Ik sprak zo net even met Alex Bangura. Lijkt wel weer in de basis te starten. Doet het heel goed ook. Alex vind ik een talentvolle jongen. Hij was buitenspeler toen we kwamen. We hebben eigenlijk omgebouwd tot back. Hij heeft wel eens wat even tijd geduurd. Maar hij doet het nu echt doet het uitstekend. Dus ik vind het een zeer talentvolle jongen. Hij is ook een jongen die iets in een ploeg brengt van... Oké, kom maar op. Hè. Het is een robuuste jongen die energie brengt in het team, maar die ook echt zijn mannetje staat. Maar aanvallend ook nog aardig is, omdat hij aanvaller is geweest. Dus dat vind ik een interessante jongen, ook voor de toekomst voor Cambuur. Ja, want hij zijn contract loopt af. Is het iemand om mee te nemen naar de Eredivisie? Ja, vind ik wel. Ik vind dat een zeer interessante jongen. En volgens mij zijn we met hem bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. En dan Almere, een topper. Ja, leuk. Almere doet het ook goed. We hebben een mooi plan. Hè. 5 jaar hebben ze zich een aantal keren goed versterkt. In de zomer, maar ook in de winter. Staat gewoon een goed team, goede trainer. En doen het ook goed. Hè. Alleen, we hebben een mooie voorsprong op dit moment. Die moeten we zien te behouden. Hè. Ja, want de vorige keer dat toen jullie tegen Almere speelden, was het ook. Ze zijn de favoriet, ze zijn een goede ploeg. Ja, daar geloven we niet meer in natuurlijk. Hè. Nee, maar ik weet wel dat wij ook favoriet zijn natuurlijk. Dat snap ik wel. We staan zo lang bovenaan. En daar kijk ik ook niet van op hoor. Alleen toen stond Almere bovenaan. Als je bovenaan staat, sta je niet voor niks. Dat betekent dat je een goede ploeg hebt. En als zij dan boven ons staan, dan zijn zij de favoriet. En wij niet die derde, vierde stonden. Nee, maar nu, vorige keer, hier dik gewonnen. Resultaten verleden telt ook niet in het voetbal. Nee, maar er is nu ook wel sprake van een soort van vorm. In ieder geval een goede swing die erin zit. Ja, wij hebben een hartstikke goede vorm. Maar ik vind ook als je bovenaan staat, dan ben je ook favoriet. Dus dat is ook terecht. En je kan een gat van 10 punten maken. Ja, dat zal een hele pittige opgave worden. Maar het is niet onmogelijk, wat ik net al zei. Ik vind dat we een goede ploeg hebben. Als je 10 punten maakt, ja, dan doe je een gouden slagje even hoor. Want dan is het na 12 wedstrijden. Dus dan schiet het op. En dan komt het einde in zicht. Maar dan, wat je ook al eerder zegt, dan moeten zij 10 punten meer halen dan jullie in de rij. Ja, maar zover zijn we niet. Het is wedstrijd voor wedstrijd. Alleen ik kan wel tellen, hè. Als je dan nog 12 wedstrijden hebt. Ja, dan je zal 20 punten halen, dan moeten zij 31 halen. Dat is veel. Hè. En dat geldt ook voor NAC dan. Maar je moet zelf eerst maar winnen. Hè. Dus ik loop nu vooruit op iets wat er nog niet is. Daar denk je wel eens aan. Maar mooie wedstrijd voor wedstrijd. Maar dan gaat het wel naar wat je zegt naar het einde toe. En voor elke liefhebber met publiek. Ja, leuk. Daar ben ik heel blij mee. Ik snap wel best wel dat iemand zegt, hoe kan dat nou net bij deze wedstrijd? En dan heb je thuisvoordeel. Maar laten we toch zeggen, als daar publiek zit en het mag hier over 3 weken ook weer zitten, nou laat gaan. Ja, hoop je dat nog steeds, dat het einde van het seizoen hier ook wat publiek in mag? Nou, ik hoop hier... zo. Wij zijn een publieksclub. Wij zijn een 12e man club. Ja, en daar hoop ik echt op. Ja. Dat die steun... Daar leven wij ook soms op. Daar worden wij soms door. Neem maar PSV, jong PSV, vorig seizoen in die kou. Ja, heeft het publiek ons er gewoon doorheen geschreeuwd. Hè? Dat zijn net van die momentjes, dan mis je dat. Hè? Naast alle overige momenten natuurlijk, maar dat zijn net de moeilijkste momenten. Kijk, als het makkelijk gaat, oké, dan loopt alles wel. Met en zonder publiek. Maar als je het moeilijk hebt met ons publiek, dat sleept ons er alles heen. Nou ja, dat mis je. Nee, in ieder geval komende week, in ieder geval met publiek. Ja, leuk man. Zin aan. En dan zo snel mogelijk hier ook weer.